Wat? Wil je Ronaldo Messi Bill? Maar van coins heb je niet veel. Doe dan niet zo dom. Ga naar FIFACoinservice.com. Daar hebben ze wel coins. De goedkoopste van het land. Koop een paar miljoentjes. Niks meer aan de hand. Gebruik bij het bestellen. Milo voor je korting. En geniet van je coins. Direct naar de storting. Yo mensen, welkom bij vandaag op mijn kanaal de allereerste aflevering van de Champions League Cup. Yeah. En we zijn vandaag met Jordan. Oh yeah. Maar dit is niet onze eerste wedstrijd. Dit is onze tweede wedstrijd. De eerste aflevering of de eerste wedstrijd in dit twee lag clashje. Is natuurlijk op het kanaal van Jordan al aangekomen. Ga die zeker in de beschrijving kijken. En daarin heb ik echt het zo erg genoeg in 4 minuten tijd. Laten we daar maar bouwen. Na 1 minuut en 11 seconden kwam ik 1-0 achter. Na 3 minuten kwam ik 2-0 achter. Volgens wist ik nog in de laatste minuut door heel veel te drukken terug te brengen naar 2-1. Wat me eigenlijk best wel ziek heeft geholpen. Want als ik nu vandaag dus 1-0 win, heb ik dus met uitdoelpuntenregel ben ik alsnog door. Maar als ik gelijk speel of verlies, is Jordan door de Juventus. Dus let's do this. Oké. Nou, mooi. Oké, let's go. Ja, let's do this. Oh. Oh, wow, wow, wow. Stickers. Ik moet dus minstens één keer scoren, want een 0-0 gelijk spel zou ik sowieso meteen uitleggen. Ja. Ik moet minstens één keer scoren en eigenlijk een tegendoelpunt is al sowieso uit heel kut. Ja, daar komt wel meer. Ja. Nee. Ja. Let's go! We draaien de rol om vandaag. Kom aan, 2 minuten 40, let's go. Nu gaat weer 2-2 in en uitdoelpunt. Op dit moment zou ik doorgaan. Ja. We hebben nog fucking 88 minuten te spelen. Dit is zo perfect. Dit is zo kut. Ik moest ook een beetje zweten doen, jongen. Maar je snapt in deze situatie. Ik heb niet echt heel veel keuze. Ik begrijp hem. Fucking Ribi. Hopelijk is die jongen die thuis wedstrijd die helpt, hè. De ambiance, de 12e man. FC Bayern! Schieten. Oh, Neuer, let's go. Klem ook gewoon meteen. Lekker man. Hij heeft nu al meer zin dan vorige wedstrijd, dat staat hij aan alle kanten uit. Ja, dat is niet zo moeilijk. Nee, zo, die was slecht. Als hij één bal pakt, dan heeft hij al meer gedaan dan tevoren. Ja, alles op de lat, of erin. Wat gebeurt hier? Daar word je zo moe van, als er ballen. Donderen. Nee, oh, holy shit. Een heerlijk volletje geweest. Oh. Nee. Nee, niet op deze manier. Oh mijn god. Die was heel erg kut geweest bij jou. Ja, die was echt heel kut geweest. Maar Boateng. Ja. Hey! Oh, mooi, lekker. Lekker, kom aan, boys. Kut, Neuer. Kom op. Nee! Oeh, Neuer, let's go, Neuer! Manuel Neuer! Kut, let's go, heerlijk. Ongelooflijk dat hij deze pakt, zeg. Ik ben telkens bang om met die verdediger in te stappen, waardoor jij telkens net ruimte krijgt om die longshots te proberen. Ja, nee, kopje tegenaan. Kut gedaan. Ja, nee, Thomas Müller, nee, Thomas! Nee. Oh, wat een kans! Dat erin gaan mogen. Oh. Doorzien zo'n bal. Oh, en even nu het zaagje er tegen. Oh, kut. Kwaan Arjen! Oh, fucking die rebound, neem hem dan aan! Loopt hij er langs? Oh, dat was wel open goal geweest. Ja, klopt. Als hij dat aan kunnen nemen. Lekker Boateng. Lekker Boateng! Kom maar. Ja. Oh, nee. Ja. Nee! Oh! Nee! Yes, let's go! Heerlijk gedaan. Oh. Dit is spanning om te snijden. Ja, dat... Het is net Mark. Kom op! Het is net Mark, zo wil die snijden. Ja. Full Mark. Kut. Full Mark, zo erg is de spanning. Ja, dit is echt niet normaal. Gewoon kijk de statistiek ook. Gewoon. Jezus. Je staat wel echt onder druk nog hoor. Volledig onder druk. Maar ik weet ook, als ik 1-30 wil krijgen, is het meteen afgelopen. Ja, dat klopt. Maar ik heb in ieder geval gedaan wat ik moest doen, dat is minstens scoren. Nou nog die scoren vasthouden of uitbreiden, ben ik binnen. Maar als ik nou 1 goal tegen krijg, moet ik meteen weer scoren. Oh, kut. Okay. Dus dit is echt een pure spanning. Meteen al zo'n spannend potje in de eerste ronde, jongen. Geen idee, bos in. Schieten. Lekker Neuer! Kom op nou even, die Neuer. Kom aan, Manuel! Lekker voor jou! Schwein! Nee! Nee. Oh. Die was naast gegaan, hè, sowieso. Ja. Maar alsnog. Nee. Het gaat pure paniek. Tering. Let's go, Robert! Robert! Big Robert! Big fucking! Nee! Wat heb ik een kut leven op dit moment. Yes. Oké, dit wordt een verlenging eruit geven. Yes. Kut, Milo! Fucking! Robert! Uit de counter van zoveel kansen en dan weg. Jordan, ik heb medelijden met je, maar...
Ja, je moet je ook hebben. Ik zit hier wel te genieten. Ja, dat snap ik, god. Maar nog steeds is het wel zo dat als je één keer, als je één keer scoort, dat je niet meteen hebt verloren. Eén keer, als je nu één keer scoort, is verlengd, want dan hebben we precies evenveel. Precies dezelfde spiegeling eigenlijk. Mhm, klopt. Ja, afgelopen. Ja! Afgelopen 3-0. Yes! Kutzooi! Alles op de aanval is gewoon dodelijk. Nou, ik moet er nu twee scoren bij. Ja, je moet er nu twee scoren, ja. Nou, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Oh, hoe kan je nou van 2-1 verliezen? En 3-0 winnen? Oh, wat een... Ineens alles anders gewoon. Ja, de hele wedstrijd is... Oh. Wat? Gaan we nou leggen? Nee. Oh, nee. Oh, Noyer. Tuurlijk staat hij weer in de weg, joh. Tering. Noyer, ze staat wel op, eigenlijk, met de vorige wedstrijd. Het is echt ongelooflijk. Ja, dat is eigenlijk lijkt hij weer een beetje op Noyer. Het klokje, ik hoor het duistere klokje. Ja, het duistere klokje. Dat weet je dat je laatste uurtje geslagen heeft, letterlijk. Oh. Huispel. Oh. Ja! Hoppa. Lekker. Oh, hoppa. Nou is het weer zo, als je nou weer één keer scoort, heb je weer gewonnen. Ja. Weer door, want dan is het 2-2. Het kan nu op geen enkele meer verlenging worden. Ja. Scheelt. Kut. Kut. Eigenlijk is het nu net zoals 1-0, hè? Ja, ik weet het. Penalty. Donderstraalt gewoon net op met je penalty. Kom aan, hoor. Niet gek doen. Nee! Nee! Wat gebeurt er? Waar kan ik hem niet meer sturen? What the fuck? Dit is fraude. Nee. Let's go. Dit was een 1000% doelpunt. Wat is dit nou weer? Legertje bij denk ik. Ja, jongen, ik ben helemaal in paniek. Oké. Hij haalt Costa en Müller eraf voor fucking. Maar hij gooit gewoon. Oh, hij gooit echt vol in. Ja, tuurlijk. Welk Cuadrado eraf, oké. Okay. Nog 10 minuutjes volhouden, kom op. Oh. Donder op. Ja. Donder op. Oh! Nee. Oh. Nou kom ik even een keer lekker. Dat was een beslissing geweest, hè? Ja. Zou ik nou thuis voor open doen op de paal? Wacht, laat me dat even beseffen. Wat? Gornetje, kom aan. Ja, go. Binnen. Nieuwe kracht. Goed zo, Kedira. Ja. 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 Schiet hem maar! Oh, nee! Yes! Ik word helemaal niet goed hier, je kutspel. Oh mijn god, dit is echt te spannend gewoon. Wat dit is echt niet normaal. Is dit? Jongens, kunnen we even een counter maken van over die twee wedstrijden zien hoe vaak we de paal lat hebben gereikt? Het is echt bizar. Echt waar. Ik voel mij hebben meer paal lat dan schoten. Nee, dat is het nou niet waar. Dat zal wel schelen. Oh. Ja, oh, lekker Kedira. Ja! Ja, it's over. It's fucking over. Yes! Ja, dan moet ik nog op mijn slag staan met mijn Arsenal straks. Oh, mijn god. Ja, dit is nu wel afgelopen, maar... Ja, wat een pot. Oh, god. Jongen, ik denk dat dit misschien wel de spannendste matchup is van het hele toernooi nu al. Ja, in ieder geval de eerste ronde. Dit is echt ieder geval. Maar ook echt 4-1 en alsnog is het eigenlijk 1 doelpunt verschil. Ja. Yes! Ja, kut zo. Ja, ik heb niet meer te zeggen. Oh, jongen. Het spijt me dat ze moeten ook zo vaak de paal ook, hè. Ik weet het. Ik heb mezelf ook een paar keer geraakt. Zeker in de eerste wedstrijd ook. Oh. Ik heb denk deze wedstrijd wel een keertje vierde paal geraakt, ja. Tering. Ja. Wat een wedstrijd. Ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Mensen, bedankt voor het kijken. Ja. De volgende aflevering zal op het kanaal van Matty zijn. Daar stond Matty tegen Mark. Ook een leuke natuurlijk. Zeker. We willen allemaal zien hoe Mark eraf gaat. Ja, we willen eigenlijk allemaal zien hoe Mark eraf gaat. Ja, voel maar. Ik ben dus door met Bayern. Je ziet nu het schema in beeld komen. Nu is ook de winnaar van Roel en Matthijs tussen dan. Maar Jordan heeft in ieder geval nog een kans met Arsenal. Ja, en, tegen Rob. En ik ben blij dat ik door ben met Bayern, want anders moest ik met PSV en dat verder. Ja. En dat nog een paar reddingen van Noyer voorbij komen in de replay. Holy shit. Nou. Die hoos was on point. Ja, ik ga blijven. Mensen, bedankt voor het kijken. Check ook zeker Jordans kanaal uit in de beschrijving. Yeah. Want je ziet, die had in ieder geval nog spelen tegen met Arsenal natuurlijk. En ook gewoon andere video's zijn natuurlijk awesome. Ja, yep, dus ja, thanks. Bedankt voor het kijken. Ik ben in ieder geval door met Bayern. Ga zeker het kanaal van Matty kijken. En zijn we nu weer. Later, mensen.